eerste keer is spannend, ongemakkelijk of fantastisch. Maar één ding hebben ze gemeen, je vergeet ze nooit meer. Dus kunnen we er maar beter van leren. In Emma's eerste keer praat ik met mijn gasten over hun eerste keren. En geef ik je handige tips om die van jou net even iets makkelijker te maken. En vandaag doe ik het voor het eerst met Menno. Als we het hebben over de eerste keren, die gebeuren vaak rond je 14, 15, 16, 17, 18. Wie was jij op de middelbare school toen? Ja, best wel saai eigenlijk. Hoezo saai? Ja, ik was gewoon heel rustig en ik deed gewoon mijn eigen ding. Ik had niet echt mensen met wie ik omging op school of zo. Dus ik had altijd oudere vrienden en zo die al niet meer echt op school zaten. Dus ik had ook niet echt vrienden op school. Maar oudere vrienden zorgen toch ook wel voor dat je eerder, weet je wel, in contact komt met dingen? Ja, enigszins wel, ja. Je ziet hun natuurlijk alles eerder doen. En dan denk je van, misschien moet ik dat ook maar eens een keer doen. Nou, maar ik moet zeggen dat ze ook, hun ook wel allemaal niet echt drugsgebruikers of zo. Later af en toe een pilletje gebruiken. De 23-jarige Menno Hinsen, voorheen bekend als rapper Menno Boomin, startte zijn carrière als lid van de fanloze rapgroep Ambu Gang. Inmiddels timmert hij solo aan de weg en laat hij zich met zijn muziek even van een serieuze kant zien. Betekent dit dat hij geleerd heeft van zijn eerste keren? Je hoort het vandaag in Emma's eerste keer. Gelijk met de deur in huis vallen. De eerste keer seks. Ja, ik was 15 in ieder geval. Ik kreeg een vriendinnetje. Zij was natuurlijk ook super jong, want ik was 15 en zij was 14. Dus ze vond zichzelf eigenlijk nog veel te jong daarvoor. Wat ja, begrijpelijk is als je 14 bent. Ze bleef bij mij slapen en... Ik had al vaker zeg maar, een beetje geprobeerd, maar ja, zeg maar, ja, als ze niet wil, dan wil ze niet. Dan merk je dat en dan moet je ook niet verder gaan. Ja Menno, je slaat de spijker op zijn kop. Dit noemen ze namelijk consent en dat betekent toestemming. Consent geven is heel belangrijk. Vraag altijd toestemming als je iemand wil aanraken die je nog niet zo goed kent. Denk bijvoorbeeld aan, mag ik je zoenen? Of vind je het fijn als ik je hier aanraak? Of is het oké als ik je bef? Zo voorkom je gemengde gevoelens achteraf. En het kan natuurlijk ook hartstikke sexy zijn. Ligt eraan hoe je het brengt. Ja, ik vond het wel heel spannend hoor, de eerste keer. Ik wist natuurlijk ook niet wat ik ervan moest verwachten. En, ja, voor haar was het ook de eerste keer. Je weet allebei niet zo goed wat je aan het doen bent. Mm. Het ging een beetje moeizaam, maar... Soms zit daar een beetje te kutten met elkaar. Maar wat deed je dan? Ging je googlen of zo? Wat ging je doen? Nee, gewoon de hele tijd opnieuw proberen. Hoeveel condooms heb je geprobeerd? Ik denk 5. Ja, stukken 5. Ja. Holy shit, ja. Wat had je verwacht van de eerste keer seks? Kijk, op jonge leeftijd keek ik natuurlijk porno en zo. En dan denk ik gewoon, oh ja, dit is het. Mm-hmm. Dit is hoe het gaat zijn, snap je? En dan ja, heb je het voor de eerste keer zelf en dan denk je... Yeah. Dat was toch niet echt porno, dit? Nee, het was niet echt dat je denkt, nee, het was niet, geen porno gehalte, nee. Dus jouw verwachtingen waren eigenlijk gebaseerd op porno? Ja, meer van seks wist ik niet eigenlijk, dus ja, de rest is niet, daar kan je natuurlijk niet echt over fantaseren. Ja. Van dit is het, zeg maar. Ja, het was vooral porno, denk ik. Mag ik zelf grabbelen? Wil jij grabbelen? Ja. Grabbel maar. De eerste keer dronken. Nou, de eerste keer echt dronken was wel met uitgaan ook in Venlo. Uiteindelijk gewoon flessen, shit. Het bleef maar komen, zeg maar. En dan blijf je ook zuipen natuurlijk. Maar deze eerste keer dat je dronken werd, had je dus heel veel sterke drank tot je beschikking. Ja. En hoe werd je dronken dan? Wat was de druppel? Het binnen nog niet eens echt zo fucked up of zo. Het was natuurlijk wel dat je een beetje... lam wordt op een gegeven moment als je de hele avond al van alles naar binnen zit te gooien. Ook als je door elkaar gaat zuipen en zo, alles door elkaar gooien, dan gaat het ook niet goed. Nou, als je ieder drankje in het juiste glas schenkt, krijg je altijd ongeveer dezelfde hoeveelheid alcohol binnen. Je wordt dus niet sneller of langzamer dronken als je verschillende dranken door elkaar drinkt. Er kleven wel een paar nadelen aan. Je wordt er eerder misselijk van. Plus, je hebt niet meer door hoeveel je drinkt. Zo krijg je ongemerkt meer alcohol binnen dan je in de gaten hebt. Wil je nou dan toch heel graag drankjes afwisselen op een avond? Wissel het dan af met een glaasje water. Wat was het dieptepunt dan? Gewoon een beetje in elkaar zakken. Ik kon niet meer zelf lopen, ik kon niet echt praten of zo. Dus gewoon... En ik weet dat
zeg maar, vrienden van mij me op dat moment gewoon meegenomen. Want ik kon, ja, we moeten dan mij laten liggen. Nee, gewoon meegenomen, gewoon zo over de schouder, weet, een beetje strompelen. En toen ben ik opgepakt, ben ze verder naar huis gegaan. En toen heeft een van mijn vrienden heeft bij mij in bed geslapen. Ja, en dat hij bang was dat ik anders ging kotsen of zo. Echt slaap. Ja? Maar waar was jij geweest zonder die zorgzame vrienden? Ik weet het echt niet. Misschien in het ziekenhuis of zo. Ja? Ja, ja, als je niet naar huis was gebracht, dan had ik daar gewoon gelegen. Snap je? Totdat je nuchter wordt of dat iemand... Of de ambulance belt of whatever. De eerste keer bed gaan? Hoe was dat? Dat was van zeg maar, blowen. Een vriend van mij die ging werken in zo'n in een Italiaans restaurant. Hij was pizzabakker en dan, aan de andere kant dan kon je daar gewoon bij de achterdeur van die pizzeria kon je gewoon je shit halen. We gingen dus bij die guy, waar we dus eerst zeg maar, altijd onze shit kochten. Met die pizzabakker? Ja, met die pizzabakker. Ja, was dus een avond bij hem thuis. Nog een eerste keer. Nice. Eerste keer bij de dealer thuis. Hij knalde zo'n zak wiet op tafel en je mocht gewoon roken wat je wilde eigenlijk. Op een gegeven moment zag ik niks meer. Ik kreeg allemaal van die zwarte vlekken zo in mijn zicht. Toen zei ik dus ook tegen die guys van, joh, wil iemand anders spelen, want ik zie niks meer. Het zien van zwarte vlekken kan inderdaad een teken zijn dat je in een bad trip zit. Deze bad trip wordt niet zozeer veroorzaakt door de joint zelf, maar door de negatieve emoties die de overhand nemen. Ben je bijvoorbeeld niet op een fijne omgeving, of zit je niet zo lekker in je vel, of ben je niet met de juiste mensen, dan kunnen deze bad trip symptomen getriggerd worden. De kans is sowieso groter dat dit gebeurt als je wiet rookt. En dit komt omdat er een hoger THC-gehalte in wiet zit dan in hash. Ja. Allemaal zwarte vlekken, hè. Mijn handen begonnen helemaal te zweten natuurlijk. Mm. En je krijgt het koud en je oksels beginnen zeg maar, te lopen. Je wordt lijk bleek waarschijnlijk. Ja, je wordt helemaal bleek. En ja, je voelt gewoon eigenlijk aan je hele lichaam dat het gewoon echt... Eigenlijk gewoon even klaar is. En wat deed je toen? Er was echt één zo'n raampje zo. Daar wil ik naartoe lopen om daar uit te kotsen. Maar ik wilde niet in zijn woonkamer kotsen, want het was mijn dealer. En ik dacht, ik mag je nou weer terugkomen? Nee. Nee. Dus op een gegeven moment loop ik naar die tafel toe. Het was een glazen tafel. En ik wil zo zeg maar mijn aansteker pakken en mijn zak. Op dat moment ging het zeg maar eigenlijk al fout. Toen ging ik zo naar voren. En op een gegeven moment klapt die stoel zo. Dus ik knal met mijn hoofd op die tafel. Nee! En ja, het volgende moment wat ik eigenlijk kan herinneren was toen ik wakker werd dus. Toen heeft die guy mij gewoon op de bank gezet, heeft hij mij veel shit met suiker gegeven, koekjes en cola en zo, zodat je even weer op level komt. Dat werkte wel goed dus? Ja, maar dat zeg maar, het hele bed gaan was wel echt, ik heb daar wel eens echt een soort van trauma aan over gehad. Ja? Ik ben sindsdien ook gewoon meteen gestopt met bloemen. Woe! Mijn eerste keer beffen? Bij mezelf of bij iemand anders? Want dat is ook een dingetje. Ik heb eerder iemand anders gebeft dan dat ik zelf werd gebeft namelijk. En de eerste keer dat ik iemand befte, dacht ik echt... Wow, dit is helemaal niks voor mij. Maar dat mag allemaal. En de eerste keer dat ik gebeft werd, vond ik dat heel speciaal. Omdat ik het altijd spannend vond als mensen dicht bij mijn vagina in de buurt kwamen. Omdat ik dacht dat ze dat vies vonden. En ik wist ook niet zo goed wat ik daar zelf van vond. Omdat ik, toen ik iemand zelf had gebeft, dat dus ook niet heel erg lekker vond. Anyway, het was een rollercoaster aan emoties. Beide eerste keren. Laat me weten over welke eerste keer jij wil dat ik volgende week vertel. Want dan ben ik er gewoon weer.